Hier zo. Ja. Je bent het 100% zeker. Ja, zeker. Dit is echt jouw definitieve keuze. Absoluut. Oké. Okay. Laten we samen kijken welke kaart je hebt gekozen. Laten we zien. Op naar Purmerend. We gaan een hele leuke, jonge, dynamische ondernemer interviewen. Niemand minder dan David Nathan. De illusionist, opkoming, was onlangs in het tv-programma Holland Got Talent. Hij heeft hele grote samenwerkingen gehad met onder andere Victor Mitch, Hans Klok, noem maar op. Hij vliegt al inmiddels de hele wereld over en we gaan hem even stevig aan de tand voelen. Let's go! Komen jullie nog? David zit te wachten op ons. Kom mee! Zo, aangekomen in Purmerend, op zoek naar David. We zijn in een heel mooi gebouw, H20 heet het. Joehoe, kijk, daar is hij hoor. David, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ja, klopt. Maar voor de kijkers die jou nog niet hebben gezien, ja. Kun je wat over jezelf vertellen? Zeker, ja. Ik ben David Nathan, ik ben illusionist. En ik doe dat eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben op mijn 5e begonnen, ik ben nu 23. Dit is eigenlijk wat ik fulltime doe. Dus ik heb nu al een aantal jaar een heel team om me heen. En daarmee focus ik me echt op de zakelijke markt. Dus eigenlijk tweeledig marketing en events. Heel veel zakelijke corporate evenementen doe ik. Bedrijfsjubilea, dat soort dingen. Door het hele land heen. Ook internationaal veel shows en optredens. En daarnaast help ik bedrijven en merken met een vleugje magie. Welk bedrijf ben je nog niet geweest en zou je heel graag naartoe willen gaan? Oeh, dat is een goede vraag. Er zijn wel een aantal merken waarvan ik denk, oh, dit is zo'n goede match. Ik zou hier zoveel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld Coca-Cola. Dat is echt één... Waarom Coca-Cola? Match perfect. Omdat Coca-Cola's slogan is Real Magic. Mm-hmm. En een hele brand is gewoon gaat erom dat mensen even een bijzonder moment ervaren door die verse Coca-Cola en gewoon een onverwachts moment ervaren en even iets bijzonders waar ze nog lang aan terugdenken. En dat is wat ik doe. Wanneer begon je geld te verdienen met het illusionisme? Eigenlijk vrij vroeg al, toen ik 10 was, toen ging ik voor het eerst naar een show van Hans Klok en toen dacht ik, ja, dit ga ik gewoon doen. Dus toen ben ik eigenlijk een soort mini-tour gaan doen. Toen heb ik eerst opgetreden in het buurthuis hier. En toen ben ik gewoon alle bejaardentehuizen in de buurt gaan bellen. Alle in Purmerend, alle in Amsterdam. En ik heb bij allemaal opgetreden. Wat leuk. Van mijn die tiende gaven dan tot een soort fooi, net zoals in de horeca. Mijn fee was dan iets van 50 euro, 75 euro of zo voor een show. En dan kwam ik met mijn ouders en dan had ik een hele geluidsinstallatie, zo'n boxje en een microfoon en zo. En dan deed ik mijn show en dat vonden die oudjes helemaal prachtig natuurlijk. Dus ik denk dat ik wel een stuk of 100 bejaarden thuis heb gedaan over die Top. Paar jaren heen. En het begon eigenlijk steeds meer, je krijgt natuurlijk mond-op-mond reclame en steeds meer mensen die dan zeggen van, ik heb een feestje daar en kun je dan niet optreden. En toen ben ik op een gegeven moment in een restaurant gaan optreden hier in Purmerend. En daar trad ik dan elke week of elke twee weken op. En daar kreeg ik dan ook heel veel mond-op-mond reclame uit. Van ook mensen die bedrijfsfeestjes gingen organiseren. En dat was een hele mooie manier om en mijn nieuwste trucs uit te testen en te oefenen. En dus eigenlijk reclame te maken. Ja. Ben je zo ver gekomen? Wat heb je hiervoor allemaal moeten doen? Nou, het grappige is, ik heb die vraag ook heel vaak gesteld aan andere mensen. En die konden me nooit een concreet antwoord geven. En dan had ik zelf altijd iets van, ja, maar er moet toch iets zijn wat je kan doen? En ik heb gewoon gemerkt dat door gewoon echt keihard te werken en vooral ook zelf het vertrouwen te hebben dat je het wel gaat bereiken, dat op een gegeven moment die dingen wel gewoon naar je toe gaan komen. En dan kan ik niet per se mijn vinger opleggen van dit heb ik gedaan om te zorgen dat ik hier nu ben. Maar het is gewoon jarenlang hard werken. Netwerk is heel erg belangrijk. Daar heb ik wel echt geleerd wat de waarde daarvan is. Je hebt gewerkt met een Hans Klok, Victor Mitch. Ja. Dat zijn enorm bekende namen. Ja. Hoe ben je bij hun terechtgekomen of hoe zijn zij bij jou terechtgekomen? Nou, Hans Klok is wel grappig. Ik ben toen ik 10 was voor het eerst naar zijn voorstelling geweest. Okay. En dat was in Duitsland toen ik jaren aan mijn ouders hun kop gezeurd om een keer naar een voorstelling te gaan. En toen bleek dus dat wij in hetzelfde hotel sliepen daar in Duitsland als Hans.
Een soort illusionisme. Hè? Ja, ja. En we waren ook echt, het was echt mijn ouders en ik en Hans en crew. En verder niemand. Een heel klein hotelletje. Wat grappig zeg. En zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. En door de jaren heen hebben we contact gehouden. En heeft hij me ook geholpen met een stukje coaching voor mijn Nederlands kampioenschapsact. Daardoor ook wat prijzen gewonnen. En ja, door de jaren heen ben ik gewoon steeds meer in contact met hem gekomen. Ja. Je hebt al best wel veel projecten gedaan. Hollands Got Talent. En je doet heel veel voor het MKB en de business to business. Klopt. Wat zijn je volgende stappen die je wil gaan maken? Kijk, mijn doel is eigenlijk, ik wil naar een punt waarbij als mensen aan Magic denken, dat mijn naam synoniem is. Zoals mensen dat nu hebben met Hans Klok, met Victor Mits. Dat over een tijd dat met mij het geval is. Als ik jou dan mag vergelijken, hè, met een Victor Mits of een Hans Klok. Tuurlijk. Waar onderscheid jij je dan in? Nou, ik denk dat wat voor mij heel belangrijk is, is om Magic gewoon heel erg accessible te maken. En gewoon toegankelijk en relevant. En dat niet een hele grote show is of zo, maar dat het gewoon een beetje op deze manier. Dat het gewoon heel toegankelijk is. Telefoon die ik leen of een bankbiljet of dat soort dingen. Dat het gewoon wat meer herkenbaar. Je mag best mijn telefoon eens lenen hoor. Ja, maar met alle plezier. We gaan een prachtig podium staan. Ja, klopt. En, zoals ik het net al hoorde, ben jij een enorm podiumjunk. Ja, dat klopt. Maar dit doe je natuurlijk niet allemaal alleen. Nee, dat is waar. Want met wie werk je samen? Wat heb je collega's? Hoe zit dat precies? Ja, ik heb eigenlijk een heel team om me heen. En dat is eigenlijk verdeeld in een team onstage en een team offstage. Dus ik heb een aantal mensen waarmee ik echt op het podium sta. Dus stel, we doen grote bedrijfsevenementen en ik laat een directeur verschijnen. Dan heb ik een team dat ervoor zorgt dat alle illusies en spullen op tijd op en af het podium worden gereden. Ik heb ook assistenten die ik laat verschijnen, die bijvoorbeeld heel mooi een award kunnen presenteren of dat soort dingen. Een personal assistant, een manager, en die zorgen gewoon day-to-day dat alles wat er moet gebeuren, gebeurt. Dus, dat is echt top. Had ik ook weer niet verwacht dat er allemaal achter schuilt. En werken die dan bij jou vast? Wat heb jij dan een bedrijf? Of werk je als ZZP'er? Hoe zit dat precies in elkaar? Ik heb nu nog een eenmanszaak. Dus dat is hoe ik me oorspronkelijk heb ingeschreven 5 jaar geleden. En ik werk nu met hun allemaal op freelance basis. Maar we gaan wel binnenkort een stap zetten naar een BV. En dan wil ik ze eigenlijk gewoon allemaal vast in dienst nemen. Want als je van een eenmanszaak naar een BV gaat, dan mag ik al een beetje aannemen dat de zaken goed gaan. Ja, zeker. Dat is goed om te horen. Ja. Ja, wat verdient een gemiddelde illusionist tussen Hans Klok en jou? Waar zit een illusionist op? Nou ja, ik denk dat er een heel groot spectrum is. En dat er mensen zijn die het als hobby doen en die 20.000 euro per jaar verdienen. En mensen die echt bekend zijn van tv, dat ben jij. Ja, precies. Ja. Ja, zeker. En het is natuurlijk ook heel divers. Want bijvoorbeeld in de zomer zijn er weinig evenementen. En in december is het weer super druk. Dus weet je, de ene maand, bijvoorbeeld in de zomer, dan verdien je, 5.000 euro per maand. En dan in december heb je zoveel shows aan dat het misschien wel 40.000 euro is. Goeie dus het is ja, maar het zijn wel mooie bedragen. 5.000 euro is toch ook een heleboel? Ja, absoluut. Ja, ja, dat zeker. Zijn echt wel waanzinnige bedragen. Ja. En waar zie ik David over 5 jaar staan? Nou, ik ben nu bezig met het creëren van een eigen tv-programma. Dus ik heb een format gemaakt waar ik al een hele tijd mee aan het werk ben. En Mooi. Nu is een beetje het moment, ook na dat momentum van Hollands Got Talent, om echt in gesprek te gaan met de zenders, met de productiemaatschappijen, om dat te gaan pitchen en verkocht te krijgen. Dus ik hoop heel erg dat over 5 jaar dan mijn programma op tv is. En succesvol. Welk tv-zender? Want dan wil je naar SBS of RTL aan dat soort zenders moet denken? Ik wil eigenlijk met alle zenders in gesprek. Het is natuurlijk uiteindelijk altijd kijken waar het het beste past. En ik denk dat er met elke zender wel een linkje te leggen is om dit goed te laten werken. Dus ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar ik denk wel dat het echt heel tof is. Het wordt wel echt iets vernieuwends op Nederlandse tv. Ja, dit is het podium waar je thuis voelt. Ja. Wat is nou een act wat je op dit moment aan het voorbereiden hebt? Of wat je in de toekomst wil gaan voorbereiden? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Voor Hollands Got Talent een aantal acts bedacht. Eigenlijk in vrij korte tijd, maar waarvan ik wel dacht, dit gaat gewoon op tv heel goed werken.
En ik heb voor de halve finale een act bedacht waarbij ik dus teleporteer naar een random gekozen stad. Dus ik neem iets mee van iemand uit het publiek, verdwijn op het podium en dan bel ik vanuit die gekozen stad live in. Wat we hebben gezien op tv. Klopt. Las Vegas. Ja, klopt. Ben je daar nou echt naartoe gevlogen? Ik was echt in Las Vegas. Ja, heel veel mensen die zeggen je stond gewoon voor je greenscreen. Ja. Dat is echt niet waar. Dat dacht ik zelf eerst ook. Snap toen ik het zag. Ja. Nee, maar dat is dus juist, ook wat de jury zei, een act die ik nog aan het fine-tunen ben. Okay. Want ja, ik denk dat er gewoon nog veel meer uit te halen is, omdat er ook veel mensen denken dat het een greenscreen is. Dat is echt niet waar. Dus voor de act ben je naar Las Vegas gevlogen? Ja. Maar hoe wist je dat dan, dat je daar naartoe moest? Ja, dat is natuurlijk, er zitten natuurlijk heel veel verschillende componenten in. Het is natuurlijk ook een geleende ring die opeens in Las Vegas is. Dus wat dat betreft zitten er wel heel veel haken en ogen aan, zeg maar. Maar ik ben nu eigenlijk bezig om daar een soort ultieme versie van te maken. En ik ben ook in gesprek met America's Got Talent. Want ik kreeg wel, nadat ik deze act had gepost op social media, vooral uit Amerika en Canada heel veel berichtjes van... Kijk, wow, die allemaal echt... Hollandse Got Talent, hè? Nou, nee. Maar wel als ik het post en mensen die ik dan ken, die uit die landen komen, die zeggen van ja, dit is echt een van de beste Got Talent acts die ik ooit heb gezien. Terwijl Nederlanders er juist wat minder positief over zijn. Dus ik denk dat als ik dit fine-tune, dat dit op America's Got Talent echt heel goed zou kunnen werken. Zou je er nog eentje kunnen doen? Tuurlijk, zeker. Ik heb hier namelijk een spelkaart. Ik zal ze heel klein beetje door elkaar schudden. Altijd kaarten, hè? Ja, zeker. Ja. Check al even dat ze allemaal verschillend zijn, dat ze door elkaar zitten. Is dat trouwens een gewoonte dat illusionisten altijd met kaarten beginnen? Ja, het hoort er wel een beetje bij, ja. Bij een illusionist werkt met kaarten, en daar beginnen ze vaak mee. Ja. Klopt. Ja, er is daar gewoon heel goed achter? Nou, er is gewoon heel veel materiaal voor elkaar. Dus je kan heel veel mee leren. En het is ook iets wat je gewoon vrij makkelijk kan vinden. Dus je kan het makkelijk in de winkel kopen. In de kroeg is het wel. Mensen doen dat thuis. Dus op die manier is het heel toegankelijk. Omdat je altijd wel ergens een spelkaart kan vinden om een truc mee te doen. Je hebt ze gezien. Ze zijn allemaal geschud. Ze zijn gemixt. Zou je voor mij ergens stop willen zeggen om echt een random kaart uit te kiezen? Ja. Dat mag nog wel even doorgaan hoor. Probeer het nu echt goed te doen. Stop. Hier zo. Ja. Je weet het 100% zeker. Ja, zeker. Dit is echt jouw definitieve keuze. Absoluut. Oké. Laten we samen kijken welke kaart je hebt gekozen. Laat het maar zien aan de camera. Wat is het geworden? Wat moet ik het vertellen? Ja, het is een aas geworden. Een aas. Een klaver aas. Ja. Hey, zou jij eens je telefoon erbij willen pakken en heel even naar Instagram willen gaan? Instagram? Ja. Oké. En als je mij opzoekt op Instagram, David Nathan Magic. Ondertussen, weet je, we hebben de kaart geschud. Ze zijn echt gemixt. Pierluigi heeft op een random plek stopgezegd. Je bent echt tevreden dat dit gewoon helemaal jouw keuze was. Ja, ik vind het zelfs een mooie kaart. Je ziet daar die highlights staan. Hier, en je ziet in het midden staat er eentje die heet Magic for You. Zou je daar eens op willen klikken? Ja. En laat maar zien ook aan de camera. Daar staat een foto van één kaart. En die is 14 weken geleden geplaatst. Man. Echt gaaf. Goeie keus. Ja, dankjewel. Echt ook, ik vond het ook een heel leuk interview. Ja, ik ook. Ja. Dankjewel. Ja, dus ik blijf je lekker volgen. En dank ook voor de uitnodiging. En ja, ik sta iedere keer weer versteld van je. Echt heel tof. Ja, dankjewel. Ik ga je het alle geluk van de wereld wensen. Dankjewel. Met alle illusionisme, wat daarbij inbegrepen gaat zitten. Ja. Echt heel tof. We gaan elkaar spreken. Zeker. Dankjewel. Ciao. De magie van David. Ik vond het wel weer mega om het allemaal weer mee te maken. En ik sta er zo dichtbij. Hij heeft mooie dromen. Maar zoals ik hem heb mogen ervaren, gaat hij evenaren. Ik ga David onwijs veel succes wensen. We blijven hem volgen. En ook wanneer bedrijven hem nodig hebben. Ik heb de ervaring al met hem gehad uit het verleden. En dat biedt heel veel garantie voor de toekomst. Wil je veel meer van zulke soort filmpjes zien? Vergeet dan niet te abonneren. Dan zie je ons iedere week weer terugkomen op het kanaal van Working Rebels. Dus alvast bedankt voor een duimpje omhoog en het rode knopje.